Goedemiddag mensen. We zijn hier toegekomen bij Maison Black Dress. Ik moet dat hier even goed met zo'n grasmachine kunnen noemen. Maar ik vermoed dat er hier toch ook ergens een zwarte jurk hangt. We komen hier al direct in een mooi stuk terecht. Een soort stoof op een haard. Hier deze mooie kast met allemaal nog servies erin. Hier hebben we een soort van baartafeltje. Ja, en daarachter zie ik toch precies iets dat nog op een leuke living trekt. Dus we gaan onze weg hier naar binnen verder zetten. Haha, hier hangt een black dress. Vandaar de simpele benaming Maison Black Dress. Uiteraard komen wij voor meer dan enkel de jurk. Ha. Kijk hoe mooi. De tafel lijkt er nog gedekt en gezet. Deze mooie kasten. Slaapkamer. En overal liggen van die rubberen dichtingen voor weet ik veel wat. Overal dozen met rubberen dichtingen. Kijk. En mag ik het toch wel zeggen, maar dit is echt een archi-lelijke kas. Die mens die dat gekocht heeft, mocht dat misschien heel mooi vinden, maar ik vind er maar niks aan. Chance dat je er niet moet. Wat een antieke keuken. Ooit heeft die man beslist van dan zelf zijn kastjes te schilderen. Maar ja, dat is geen verbetering geweest, zo te zien. Hè. Buiten bij Maison Black Dress. Ik vind persoonlijk dat we niet zoveel geluk hebben vandaag. En de dingen waar we wel geluk hebben zijn niet de toplocaties. Maar zoals je al kunt zien, hebben we hier achteraan nog iets gevonden. Texas Bar. Een openluchtbar.
Ja, best wel cool inderdaad. Maar geen idee wat dit hier is. Het is alleszins niet toebehorende aan het huis met zo'n black dress. Deze was ik zelf vergeten. Het zwembad van Maison Black Dress. Dit is dus niet de gebuurt, dit hoort wel degelijk bij Maison Black Dress. En het is inderdaad nog een vrij diep zwembad. Oh, toch is dat prachtig hè, als je een binnenzwembad kunt hebben. Buiten waren inderdaad een soort van kleedcabines. En hiernaast is nog iets, hè? Ja, dat niet te kotsen, hè? Dat wordt wel van zien. En dan daar die uitkijktoren. Die moeten we wel eens bekijken, jongens. We moeten hier langs het zwemparadijs om precies tot bij de toren te kunnen geraken. Ja, wat moeten we daarvan denken? Hier gaan we niet binnen geraken waarschijnlijk. Maar hoe geraken we bij die toren? Toren van Pisa. Ah ja. Ik ben op de bovenste verdieping. Er zijn overal stickertjes met camerabewaking, maar ik zie geen camera's. Voilà jongens. Oh. Deze machtige uitkijktoren. Die toch wel echt hoog is. Oeh. Daar zie je het zwembadje liggen.
daar in de verte met zo'n black dress. Ja, ja. Dit is een leuk stekkie. Ja, ik heb ook het gevoel dat dit. Die krak hier, heel. Heel die beton krakt hier. Dus echt, nee. En ik weet niet hoe ik dat kan tonen, maar heel die toren is zo scheef, hè, mannen. Ja, is er wat water erbij? Zit er water in? Heel die toren is zo scheef. Die is echt scheef gebouwd. Of die is scheef aan het zakken, geen idee. Dat zal wel zijn. Ja, ik weet niet of je het ondertussen al kunt zien. Als je ernaast staat, ja, van hier kun je het goed zien, maar het komt niet tot zijn recht op de camera, maar die toren staat echt scheef, jongens. Alleszins, we hebben het hier allemaal gezien. Ik denk best op naar een volgende locatie, dus we zien jullie in een volgende film. Tot de volgende, jongens. Ciao.